moet eerst laden. Oké. Okay. Oh jee. We zijn weer terug. Oh, daar zijn we weer, jongens. Long have we waited. Oh. Kappa we waited. Ik heb binnen weten te harken. Now eat your baited. Je bait. Die man heeft geen hoofd. Alright, welke serie zijn we eigenlijk aan het doen ook weer? Paniek met Sneak. Ik hoor trouwens geen in-game geluid. Zoals jullie vorige keer hebben ge... Misschien ik, maar het wordt wel opgenomen. Misschien... Oké. Zoals jullie... Ik maar niet zelf uit. Oh, gadverdamme. Sneak. Kijk waar die man zijn hand heeft. Oh, dat was een vieze man. Daar wil ik niks mee te maken hebben. Nee, ik zou gewoon snel weglopen. Hoe daar binnen? Er moet ergens een keer een batterijtje zijn. Leeft deze man? De batterij. Ze zien er allemaal redelijk dood uit. Hoe ziet de batterij? Oh, wacht, ik weet trouwens ook geen geluid heb. De mouw. Hoe ziet een batterij eruit? Heb je een batterij gevonden? Hey. Oké. Hoe doe ik nog maar. Oh, zo ja. Geen batterij gevonden. Nou, de U. Oh. Laat me hier eens uit, alsjeblieft. Oké, ja. Kijk waar je heen moet. Wil je die deur nou rustig dicht? Dat kan ik rustig doen, hè? Ik heb het gelezen. Proclaim the Cosmos. Oh, het zijn toch geen. Het zijn toch geen. Het is toch geen cult hier, hoor? Is het een cult? Fucking. Can't deny or confirm. Ik heb echt geen idee meer. Ik heb het spel nooit echt gespeeld. Oeh, er zit een mannetje in een rolstoeltje. Leeft die? Ja. Ik ga naar hem toe. Ik denk. Ja, oké. Okay. Deze deur ziet er vrij dicht uit. Hoorde die dat? Oké. Okay. Het is een man in een rolstoel. Wat wil je doen? Mag ik snel naar je toe rollen? Kan ik met een rolstoel racen? Ga, doe die rolstoel van de trap al. Kom op. Ik ben niet zo van het bloed. Ja. Een rennende man. Weg hier. Ja. Ik denk dat een heel goede. Fuck, we doen één jumpscare per aflevering, oké? Okay? Was dit een jumpscare? Ik heb geen geluid van de game. Hoe lang? Ja, dit was de aflevering weer. Nee. Geluid ging wel lekker, fuck je hoort. Ik vond die man niet zo heel erg eng. Ja, daar ga ik dus niet heen. Oh mijn god. Naar beneden. Heb je het al onderzocht? Ik zit in een dilemma. Nou, hoe gaan we naar beneden? Exit? Dat klinkt wel goed. Deze kant ook naar die man toe. Ja, maar... Hier bloed naar beneden. Bloed is altijd goed in dit soort spellen. Liffy doet het niet. What the fuck, hoorde je dat? Okay. Viel er iemand? Viel er iemand? Ik hoorde zo... Aaaaaah, boom. Ik heb niks gezien, moet ik zeggen. Nee, ik ook niet. Dat is wel leuk, dat is een leukertje. Oh, hier zijn grappige mannen aan de zijkant. Oh, deze bedoel je? Ja, Leonardo DiCaprio. Oh, we moeten natuurlijk... Die man, eentje naar rechts? Nee, rechts. Die heeft 11 honden. Dit is onze nieuwe til. Olivier W. Barnasica. What the fuck? Sam mislukt! Nou, dat is in ieder geval niet recht. Oké. Ik heb het idee dat hier een batterijtje gaat liggen. Of een romp. Dat kan ook. Een romp is ook lekker. Oh, die man. Wat heeft die man gegeten? Die moest gelijk kotsen. Ook goed ook. Ja hoor. Oeh, ja hoor. Instinctief. Pak hem op. Pak hem op. Oeh. F. Was het F? Nee, ik hoorde. Ben ik een genie? Iemand heeft mijn deur dicht gedaan. Hey, doe die deur weer eens open! Ik heb hem niet dicht. Heb jij hem niet gewoon zelf dicht gedaan? Ik ben niet zo van de pranks. Doe hem rustig open dan. Nee, daar hou ik niet van. Dan kun je toch om het hoekje kijken voordat iemand je ziet. Nee, niet die wc, er zit iemand op. Oh. Witness. Hij was toch lekker aan het schijten, man. Kom op. Nou, dit is niet alsof je aan het schijt. Oh, ik heb ook van die lekkere... Je hebt bloedsporen, hè? Get it? Remsporen? Bloedsporen. Oh. Nee, daar had die andere man last van net.
Ook goeie ook. Security. Hier zijn nog meer batterijen, denk ik. Oh, waarschijnlijk. Hey joh. Moet je ergens een dode man even gek Heb je nog hulp nodig met die fiets waar je verder Ben? Emiel, typ eens op. Man, dat moest je niet weten. Je moet optieven. Emiel, typ eens op, je hoort niet in deze serie. Ik denk dat je. Huh? Hij vliegt! Kijk nog eens. What the fuck? De rolstoel is weg! What the fuck? Ik denk dat het spel glitcht, of zit hij nu wel? Hè? Hij is een tovenaar! Ik denk dat je ergens een keycard moet zoeken, als ik eerlijk ben. Waar? Hey, Emiel, dit is niet jouw serie, oprotten. Waar ben je nu dan? Emiel. Hey. Outlast, zit hij hierin? Ja, daar zit die man zit nog meer in dan. Die doe die deur eens open, hij is sowieso vieze dingen aan het doen. Als ze die niet op slot doen, hè. Laat het lekker zitten. Hey, sst, ik hoor ze praten. Oh ja, ik kan niks horen. Laat je nou in jezelf? Nee, hoor je Ben niet? Nee, ik zie Ben helemaal niet in de room. Oh nee, ik zit met Ben te skypen natuurlijk, is ook zo. Grapjas. Tegen wie praat je? Tegen Emiel, jullie horen elkaar niet. Oké, maar in de video horen we het wel. Ik kan hier niet heen, dus ik moet naar beneden denk ik. Nee, maar we doen Ja, stuur Emiel op die Discord dan. Emiel, alleen jij mag het weten, we spelen Outlast. De volgende aflevering. Ja, dat is mijn daar deed ik mijn excuus voor. Daarom zei Ben dat hij zijn pa zijn fiets moest fixen. Maar dat hoefde dus helemaal niet. Oké. Wat deed je? Kan je iets doen met die schakelkast? Nee, dat ziet allemaal uit dood uit. Het wordt ook iets te donker. Waar moet ik dan heen? Ik denk. Verder terug? Zat hij wel in die stoel? Had hij niet gewoon een keycard of zo? Je hebt het spelletje al een keer gespeeld, hè? Nee, maar die man heeft een petje op. Ja, dat is Pax, dat is saai. Ja, nu is de muziek weer sinister geworden. Oké. Ja, ik hoor nog steeds niks. Waarom hoor je niks? Dan is het spelletje wel een beetje kut. Als ik Skype geluid aan heb. Moet ik dat even fixen? Als ik Skype hoor, ik mezelf de hele tijd. Moet ik dat even fixen? Nee, het is oké. Het kan niet, het fixen op deze manier. Maar, oké, dus die man heeft. Is er dus geen keycard? Kom aan. Dat moet toch haast wel. Ik vind het wel een beetje saai zo namelijk. Wel het gebeuren. Ik zie niks. Nog niet. Oké, ja. Die andere man die in de hoekje zat. Wat op dan? Kan ik die ene gekke man niet vragen? Heb je al gevonden? Hallo, Niek? Nee, ik heb nog niks gevonden. Oh, wacht, kop en pas. Ik erin zo. Niek? Ja? Waarom hoor ik niks? Shit. Niek, ik hoor je niet meer. What the fuck? Niek, hallo? Hallo? Nou, daar ben je weer. Nou, dat was het engste moment. Ja. Oh, daar moet ik heen. Zet je infrarood shit niet het aan? Zo, ik heb nog genoeg batterij. Ben je hier al geweest? Nee. Oké, dan gaan we gewoon op zoek. Hier moet er wel een batterijtje kunnen liggen, toch? Ja, dat is saai. Ga niet lezen. Nou nu, er valt wel een beetje veel stil, Niek. Ja, ik weet het, ik ben gefocust. Ja, maar vertel een leuk verhaal ofzo. Oh, je kunt gluren. Doe gluur. Doe de Q-gluur. Oh shit, hier zit die man of niet? Die mannetje in de rolstoel. Ja. Die gaat je sowieso pakken. Hier kom jij, bitch. Heeft nou holy shit, die man is lelijk. Is dat onze nieuwe tunnel of was het die andere man, die Olivier? Ik denk dat deze man ook wel lelijk is. Er zijn nog steeds geen batterij. Is dat een wc-rol? Weet ik veel. Hé, hey, jongens. Hé, deze mannen kijken tv. Hebben ze me niet door? What the fuck? Wat is dit voor spel? Oh, wat is het met deze man? Is een hamster? Het is Voldemort. Nee. Het is echt. Jongens, jullie snappen het niet helemaal. Er is niks op. Jawel, dat is mijn favoriete zender. Holy shit, deze man is boos. Kijk, dat is de hand is een broekie.
Hij geniet hoor. Hij heeft helemaal geen hand. Nee, hij zit in een broekie. Gaat er zijn gulpje in. Ik snap. Oké. Okay. Doe de deur altijd even dicht. Nee. Zo'n beetje onbeleefd te vinden, te kijken de deur open. Ik snap hier niet zoveel van. Zit iemand te huilen? Hij zit daar op te fappen. Deze gozer wordt er boos van. En hij zit te huilen. Wat is het voor serie? Waarschijnlijk ook romcom. Ja, ja. Dus, Sex in the City. Seks noem je. Hé, hey, kun je... Oh, kruipen. Heb je wel goede ervaring mee, hè? Met squeeze throughs en kruipen en zo. Het is een man in de rolstoel. Oh. Die is dood. Het is helemaal nog geen hoofd. Maar er zitten nu heel veel mannen in die niks doen, maar daar wordt het toch niet eng van? Ik vind het best eng hoor. Hij de keycard? Hij heeft de keycard. Daar is hij dan, de keycard. Nice. Hij was een nekje gebroken trouwens. Ja, hij komt de squeeze through. Gaan ze nu in één keer wel wat doen? Wacht, kun je ook, vraag me af hè, op het einde van het spel kun je ook naar je footage terugkijken die je opgenomen met je camera, of niet? Holy shit, deze man zijn hoofd! Kijk dan! Hij heeft wel mooie wenkbrauwen. Waarom kijkt hij zo fucking boos? Hij heeft helemaal geen wenkbrauwen! deze man is wel redelijk normaal. Hier, hij zegt, je staat ervoor, ga voor het fucking beeld weg. Hij zegt niet eens iets. Zo onbeleefd dat je aan het doen bent. Gaat hij opstaan in de open hart? Verstoppertje spelen. Misschien is de open hart een lift. Easter egg. Wow. Oh, wat is dat? Het is een secret. Nee, het is een open hart. Er loopt zo'n pijnpje uit. Is deze man nu wat gaan doen? Fuck! Haal hem van jou. Wat voor man, hoe doe ik dit? Weg. Spuug op hem, spuug op hem. Ik kan hier nog terug. Hé, hey, Matties! Die gozer werd boos op me! Help! Het boeit ze allemaal niks. Wacht, is die man al weggekropen? Waar is die? Oh, daar. Hij ligt nu in het hoekje te huilen. En die kijkt naar wat je hebt gedaan. Ja, fuck! Ik deed helemaal niks! De eerste keer heb je hem uitgelachen en nu loop je langs en nu wordt hij boos. Hé, hey, dat zijn nou blote voetjes? Heeft hij schoentjes? Waar heeft hij één teen? Hij mag zijn voeten wel een keer wassen trouwens. Is het trouwens een wc-rol? Geef die man een wc-rol. Nee, dat had die andere man al, maar die was al dood. Ja, maar neem hem dan gewoon mee. Misschien overleeft hij dan. Nou, je hebt in ieder geval het keycardje. Wat heb ik daar nou aan? Nou, dan kon je toch die deur open doen van net. Ja, daar zit sowieso een jumpscare achter. Oké, okay, zodra we die deur open hebben, stoppen we de aflevering. Dan al? Ja, we zijn al 20 minuten bezig volgens mij. En jij moet... Nee, nog niet. Wij zijn pas 10 minuten bezig. Oké. Okay. Waarom ga je achter? Ja, weet ik veel, dat was een tutorial. De tutorial is achteruit rennen? Ja. Yeah. Oké. Ik zou met die deuren slaan. They lie. Wat de fuck is met jou aan de hand? I don't know. Heb je nog batterijtjes? Wat kun je met die kluintjes? Oh, ik ga er gelijk in zitten. Dat wou ik helemaal niet. Ben je er zo klaar mee? Oh, misschien kun je henken. Ben je zo'n henker geworden? Ik ben wel een henkerman. Jat de pen! Oh, je kon de pen jatten. Ik kan wel hacken inderdaad, wat type ik? Je bent een security system aan het hacken. Oh! Hé, er zit daar een man. Ja, weg ermee! Dit is een goede cliffhanger. Goede cliffhanger. Wat heet die man? Wat gebeurt er in de volgende aflevering? Ik vind het niet leuk. Ik vind de man in dit spel niet leuk. Ze springen op me. Hij deed het uit. Hij ging in zijn rolstoeltje zitten. Ja, die man kan niet eens lopen. Het was ook gewoon een nepper, hè? Hij kon wel lopen. Hij had die hele rolstoel niet eens nodig. En wat nou als er nu iemand in het huis zit die niet kon lopen? Die heeft die rolstoel wel gewoon nodig. Ja, hij had gewoon uitkering aan het trekken. Ja. En zijn soort. Nou, dames en heren.
Dit was hem dan weer. Dit was hem weer. De nieuwste link met Sneek. Paniek met Sneek. Paniek met Sneek. Yo, je hebt hem al gelijk. Deze Outlast-serie. Jullie weten de regels. 25 dit keer. 25 dit keer. We gaan door. We gaan omhoog. 25 likejes dit keer. Voor de volgende. Ik wil 25 van die sampige likejes zien, anders gaan we niet door. Nee, zeker niet. Sterker nog, als we dan wel doorgaan zonder 50 likejes, dan ga ik het spelen in plaats van die. Ja, en dan is er helemaal niks aan. Dat is niks aan.